5 geweldige smoothies om gewicht te verliezen. 5 geweldige smoothies om gewicht te verliezen. Geef deze 5 lekkere en voedzame smoothies eens een kans. Ze zijn gezond, heerlijk en zullen je helpen om wat extra kilo's kwijt te raken zonder dat je honger krijgt. Gewicht verliezen moet nooit een synoniem zijn voor jezelf uithongeren. Om wat gewicht kwijt te raken, moet je je gezondheid voorop zetten. Smoothies kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Smoothies zijn een heerlijke optie die ons lichaam veel voedingsstoffen geven. Daarnaast kan je ze overal mee naartoe nemen en helpen ze om gewicht te verliezen. Deze drankjes hebben een geheim dat je moet kennen om gewicht te verliezen. Je moet er vers fruit aan toevoegen dat rijk is aan vitamine C en groene bladgroenten die rijk zijn aan plantaardige eiwitten. Deze makkelijke combinatie zal je op 4 manieren helpen. Het reinigt het lichaam, geeft meer energie, geeft een vol gevoel en vermindert de hunkering naar suiker. We raden je aan de 5 smoothies die we hier beschrijven eens uit te proberen. Ze zijn heerlijk, gezond en zullen je helpen de extra kilo's kwijt te raken zonder je met een hongergevoel achter te laten. Ochtendsmoothie, een energieboost. Ten eerste is het erg belangrijk om antioxidanten, plantaardige eiwitten en een goede hoeveelheid vezels aan je ochtendsmoothie toe te voegen. Op deze manier krijg je geen honger tot aan de lunch. Laten we een kijkje nemen naar de ingrediënten. Het eerste ingrediënt is aardbei. Aardbeien bevatten alle 3 de eigenschappen en hebben ook een anti-ontstekende en reinigende werking. Chiazaden zijn ook een deel van dit recept. Deze bevatten een goede hoeveelheid plantaardige eiwitten, magnesium en omega-3 vetzuren. Mango is aan de andere kant een van de fruitsoorten die rijk is aan antioxidanten, mineralen, vezels en vitamine C. Dit zijn geweldige elementen om gewicht mee kwijt te raken. Laten we nu een kijkje nemen hoe we dit moeten bereiden. Ingrediënten: 5 aardbeien, een halve mango, 80 gr, 2 eetlepels havermout, 16 gr, 1 theelepel chiazaden, 8 gr, 1 kopje kokoswater, 200 ml. Bereiding: het eerste en belangrijkste is dat je biologische groente en fruit koopt. Was de aardbeien en de mango en snijd deze in kleine stukjes. Doe het fruit in de blender en voeg het kokoswater samen met de havermout hieraan toe. Blend alle ingrediënten een aantal minuten totdat ze goed gemixt zijn. Daarna kan je de smoothie in je favoriete glas doen en de theelepel chiazaden hieraan toevoegen. 2. Sneek voor halverwege de ochtend ingrediënten het sap van 1 citroen, 1 glas water, 200 ml, half kopje bosbessen, 62 gr, 1 kop spinazie, 30 gr, 1 eetlepel geroosterde pompoenpitten, 8 gram. Bereiding: je kan bevroren bosbessen gebruiken als het niet het juiste seizoen is. Als je al het sap uit de citroen hebt geperst, kan je dit in de blender doen samen met het glas water, de bosbessen en het kopje spinazie. Wanneer het vervolgens allemaal goed gemixt is, kan je de pompoenzaden toevoegen. Geniet ervan! 3. Smoothie om naast je maaltijd te drinken. Ingrediënten: 1 kopje boerenkool, 67 g, 1 medium avocado, 5 amandelen, 1 kopje kokoswater, 200 ml,
Bereiding: dit is een heerlijke smoothie die een goede toevoeging is aan je hoofdmaaltijd van de dag. Het kan worden vergezeld door een salade met eiwitten, een klein beetje kalkoen of een stukje zalm, of een groentesandwich. Dit is wat je moet doen: was de boerenkool en doe dit samen met de avocado, de amandelen en het kokoswater in de blender. Vervolgens mix je alles goed en drink je de smoothie voordat je aan je maaltijd begint. 4. Sneek voor halverwege de middag ingrediënten: 1 appel, 1 kiwi, een glas water, 200 ml, 1 theelepel kaneel, 5 gr, 1 theelepel honing, 7,5 g. Bereiding: je kan deze makkelijke en smakelijke smoothie maken in 5 minuten. Om dit te doen, moet je de appel en kiwi schillen en in kleine stukjes snijden. Vervolgens doe je dit samen met het glas water, de kaneel en de honing in de blender. Je zal de smaak heerlijk vinden. 5. Een reinigende smoothie voor het einde van de dag. Ingrediënten: 1 peer, een kleine banaan, 1 glas water, 200 ml, een theelepel honing, 7,5 gr. Bereiding: dit is een helende en relaxende smoothie die je zal helpen om een rustige en hongervrije avond te hebben. Naast dat het je ontspant, zal deze smoothie ook je stofwisseling, organen en zenuwstelsel ondersteunen, dankzij de magnesium. Dit is wat je moet doen: was de peer en schil deze in 4 stukken. Doe hem in de blender samen met de banaan en het glas water. Nadat je een goede mix hebt, kan je het zoeten met de theelepel honing. Je kan een van deze smoothies kiezen om toe te voegen aan je dieet gedurende de dag. Ze zorgen allemaal voor je gezondheid, voorkomen het hongergevoel en geven je lichaam wat het nodig heeft gedurende de dag.